Mijn naam is Catherine Gordon. Ik kom uit Amerika. We zitten nu in Noord, in Hilgersberg. Ik woon hier al iets van 26 jaar. Ik wist het echt niet wat ik wilde doen. Het was in de midden van de zomer en iedereen was weg. Elke week keek ik naar iedereen's tuin. Ik dacht, het gaat mis. Ik ga gewoon maar een brief in de bus doen en ik ga in de zomer voor iedereen's tuin zorgen. En zo is mijn carrière als tuinontwerpster begonnen. Mensen komen naar mij toe voor kleur en oude materials. Ik teken hele drukke tuinen. Met bestrating heel druk en lots of things going on. Ik ben vrij chaotisch en druk. En ik vind dat deze tuin is ook vrij druk. Het lijkt chaotisch, maar het is niet. Alles is totaal onder controle. De middenstuk is verhoogd. Ik vond het leuk om een rond pad er rondheen om de kinderen te laten rennen. De kast is van mijn man. Helemaal achterin is een fireplace. Wij zijn altijd buiten. We zitten er letterlijk elke dag. Wij barbecuen 4 keer in de week, de hele jaar door. Tot november en vanaf februari kun je hier makkelijk zitten. Het is funny, als ik vraag aan mensen om bij ons te komen eten. Iedereen loopt binnen met een Uggs aan en een jas en een sjaal. En ze weet dat ze mag niet binnen blijven. Ze wordt gestuurd naar de tuin, ook als het november is. Ik ben Annemarie, ik ben de buurvrouw van Catherine. Ik woon hier al 12 jaar naast haar. Ik ben allergisch voor deze struik. Ze is heel veel in de tuin bezig. Ik vind hem fantastisch. Hij is groen, kleurig. Ieder seizoen is die anders. Achter het schuurtje hebben ze een kas verstopt waar allerlei groenten worden gekweekt en waar wij ook van mee mogen genieten. Catherine is enorm gepassioneerd. Niet alleen over de tuin, maar eigenlijk over alles in het leven. Als we elkaar zien, dan gaan we vaak over tot het drinken van iets gezelligs. We hebben een tuinclub. Gaandeweg is de club ook een wijnclub en een chocoladeclub en een eetclub geworden. Eigenlijk doen we nu van alles en nog wat. Heel veel planten wat ik heb bloeit echt van nu tot oktober, november. We hebben heel veel bijen en vlinders en alle soorten insecten en vogels. Ik werk alleen maar met planten met heel veel bloemen. Ik gebruik heel veel bollen en dat begint heel vroeg. En dan heb je instantly heel veel kleur. Als je kijkt elke week en je ziet dat het groeit zo, ja, ik vind het zo een kick. Ik vind het fantastisch. Het is geen werk, het is gewoon, ik word er blij van. Ik ben Alexander Jansen. Ik heb 40 planten in mijn kamer. Maar daarvan is die wel eigenlijk mijn oogappeltje. Ik denk dat ik hem al 5 jaar heb. Nou, ik had eerst dus papegaaien 2. En ja, die zijn helaas weggegaan. En ja, ik had dus wel een soort van een leegte gevoel. Dus ik dacht van ja, wat kan het wel voor me opvullen, maar niet echt per se een dier zijn. En van daaruit zag ik eigenlijk hoe leuk eigenlijk een plant is. En daar was mijn plantenobsessie mee begonnen. Ja. Nou, wat ik heel erg leuk vind aan mijn plant is dat die elk plant is heel erg specifiek anders natuurlijk. En het heeft een beetje een patroon van een tijger, vind ik zelf. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Hij is 6 meter lang. En ja, ik haal meestal mijn informatie van internet, YouTube. Je hebt wel mensen die kanalen hebben die over planten gaan. En ja, als ik dan zelf wat planten koop, dan doe ik ook wel gewoon meestal eerst research. Het betekent best wel veel voor mij, omdat ik, los van dat ik heel veel andere planten heb, is dit wel de plant die ik heel veel stekkers van maak en aan mensen geef. En op die manier probeer ik ook mensen een beetje te motiveren om planten in huis te kunnen krijgen. Dus op die manier probeer ik gewoon mensen blij te maken.
in de avond als ik lampjes aanzet, dan lijkt het wel echt op een bos met allemaal lichtjes en dingetjes en zo. Ik denk dat het echt een free spirit zou zijn eigenlijk, die eigenlijk zijn eigen gang wilt gaan. Maar je moet hem eigenlijk wel een soort van de weg wijzen, anders gaat hij de verkeerde pad op. De verborgen tuinen is eigenlijk mogelijkheden om privé-tuinen te zien in verschillende wijken van Rotterdam. Mijn tuin is een echt verborgen tuin. Je moet helemaal achterom lopen. Ik had 450 mensen de laatste keer. Ik vond het fantastisch. Echt superleuke mensen en alleen maar over tuinen praten voor 2 dagen. Ik ben heel trots op Rotterdam. En ik kom uit Chicago, dat zegt maar wat. Ik woon hier nu 26 jaar en het is zoveel veranderd. Ik ga de stad in, ja, het is best wel naar de kunsthal. Er is een hele grote park met kunst en de Witte Witstraat is daar. Er is enorm veel te doen om buiten te zijn en mooie dingen te zien. Ik ben tevreden met mijn town. En ja, ik wil altijd nieuwe dingen uitproberen, maar om iets te bereiken, ik heb het al. Ik heb het al.